Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 7 januari. Met onder andere, veel steden willen de wietteelt uit de criminele sfeer halen. De gemeente Arnhem met omgekeerd inzamelen. Volgens voorzitter Bart van Meer, voorzitter van het ondernemerscontact Arnhem, maakt Arnhem zich compleet belachelijk als ze afziet van de bouw van het kunstencluster. De ondernemers maken zich zorgen over de geloofwaardigheid van de gemeenteraad. Volgens hen kan en mag Arnhem niet bekend worden als de stad waar elke 4 jaar grote projecten worden afgeblazen. De fractie van D66 is niet van plan burgemeester en wethouders te vragen te stoppen met de voorbereidingen van de bouw van dat cluster. Groenemorgen Sonsbeek is de naam waaronder het bezoekerscentrum Sonsbeek liefhebbers van het park uitnodigt mee te denken over de toekomst van het centrum. Al ruim 30 jaar vindt het centrum onderdak in het pand naast de Witte Watermolen. Het doel is altijd geweest bezoekers te informeren over het groen in de stad. Op de website van het bezoekerscentrum kan iedereen een idee plaatsen en wie dat leuk vindt kan dat plan zelfs liken. De brandweer komt binnenkort in actie tegen fout parkeren. Kort geleden kon een VELP, de bluswagen, niet bij een keukenbrand komen door fout geparkeerde auto's. Daarom wil de brandweer iedereen er nog eens op wijzen dat fout parkeren grote gevolgen kan hebben. En volgens de woordvoerder van de brandweer reageren de meeste autobezitters gelukkig wel goed als de brandweer met alle toeters en bellen uitrukt. Onlangs liet ziekenhuis Rijnstaten de nota zichtbaar voor de patiënt het licht zien. In deze nota stelt het ziekenhuis dat de wachttijden korter moeten worden. Rijnstaten is op zoek naar meer manieren om met patiënten in gesprek te komen. Volgens het ziekenhuis is het de patiënt die bepaalt welke zorg hij wil hebben. Verder moet ook de zin van de zorg en het levenseinde bespreekbaar worden gemaakt. Online is het ziekenhuis voor de patiënten dag en nacht bereikbaar. Daarom komt er een online zorgportaal. Daarin kunnen patiënten hun eigen dossier inzien. Volgens de nota kan op deze manier de binding tussen ziekenhuis en patiënt alleen maar verhoogd worden. Veel steden willen de wietteelt uit de criminele sfeer halen. D66, SP en GroenLinks vinden dat er een conferentie gehouden moet worden en wel in Arnhem. Over dit onderwerp spraken wij met GroenLinks raadslid Sjaak van het Hof. Meneer van het Hof, hoe ziet nu het wietteeltbeleid in Arnhem eruit? Nou, we hebben niet een echt wietteeltbeleid. Het is hetzelfde beleid als overal. Je hebt coffeeshops. In Arnhem zijn dat er, naar mijn weten, 11, als ik even snel tel, ja. Dat zou er op termijn 8 moeten worden. Er is een uitsterfbeleid voor 3 bedacht, maar die worden niet actief weggehaald. En die coffeeshops die mogen wiet verkopen. En die verkoop die wordt gedoogd. Maar de aanvoer van wiet en ook de productie van wiet. Dus ja, het materiaal wat in een coffeeshop wordt verkocht, daar heerst nog een verbod op. Nou, dat merk je. Er worden steeds wietplantages opgerold. Die zijn allemaal illegaal. Maar de coffeeshops blijven bestaan en leveren wiet aan hun klanten. Dus het is een beetje raar geregeld dat dat mag. Of mag, het wordt gedoogd. Het mag eigenlijk niet, maar oké, we zien het door de vingers. Terwijl de productie van wiet en de aanvoer van wiet verboden is. Nou, dat is een heel kromme situatie. Maar, nou zijn er steeds meer stemmen die zeggen, legaliseer die wietteelt nu. Kijk nou eens even naar Colorado in Amerika. En kijk eens naar Uruguay, waar het allemaal al zo ver is. Volgen wij nu als Nederland? We zijn toch een progressief land. We waren altijd heel progressief als het ging om wiet. En dat zijn we nog steeds in Europa. Colorado en Uruguay zijn verstandig geweest. Die hebben ook dat probleem gezien. Van als je wietgebruik toestaat en de verkoop van wiet ook, maar de productie ervan niet. Ja, dan loop je tegen een groot probleem aan. Dus pleiten wij voor het legaal kweken van wiet. En dan ook onder toezicht van de overheid. Het voordeel daarvan is dat het A, veilig gebeurt die kweek, dus niet brandgevaarlijk zoals nu. En B, dat je een goede kwaliteit levert aan de mensen die het spul kopen en gebruiken. Nu is Arnhem een van de steden die mee wil doen met een proef om te kijken of het legaliseren van wiet aan de achterdeur ook werkt. Maken wij een grote kans? Nou,
De raad heeft zich voor die proef uitgesproken. Misschien niet helemaal zo, maar wel in ieder geval de burgemeester de opdracht gegeven om zijn nek uit te steken in Den Haag om te kijken wat er mogelijk is. Op dit moment zijn dat 25 gemeenten en dat zijn ook grotere gemeenten. En sommige gemeenten hebben al plannen uitgewerkt om die wietteelt legaal te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van clubs, besloten clubs, waar iemand een hoeveelheid planten inbrengt en dan ook weer koopt. Er zijn allerlei vormen denkbaar waarop je dit op een goede manier kan regelen. En er zou mogelijk een conferentie komen waarbij ook D66, uw partner, heeft gezegd, wij willen dan die conferentie naar Arnhem halen. Ja, D66 heeft een vraag gesteld aan het college van BMW van wat vinden jullie van het idee van zijn conferentie? Zou het een idee zijn om die naar Arnhem te halen? Ja, we hebben eigenlijk geen problemen met softdrugs. Dus wij kunnen laten zien van hoe het in ieder geval aan de voordeurkant gaat. En volgens mij kunnen we ook heel goed laten zien straks hoe je het aan de achterdeur kan regelen. Nou, als je dat in een conferentie duidelijk kan maken, de koppen bij elkaar steekt en daar afspraken over kan maken. En dan vooral afspraken met de minister. Dat lijkt me hartstikke mooi. Op 6 januari 2014 start de gemeente Arnhem met omgekeerd inzamelen. Wij spraken de wethouder en vroegen haar wat haar verwachtingen van het experiment zijn. Wat is hier omgekeerd aan? Ja, dat is misschien een beetje lastig als je dat zo hoort. Maar waar het om gaat is dat wij altijd over afval praten. Maar heel veel afval is grondstof. En daar kun je nog hele mooie dingen van maken. En dat is wat we nu willen gaan doen. Dus we gaan alles wat van waarde is en wat hergebruikt kan worden bij de mensen thuis ophalen. En met het echte restafval ga je naar je wijkcontainer, ga je wegbrengen. Maar als je thuis goed aan het scheiden bent, dan is het restafval maar een heel klein beetje. En kun je op ieder moment van de dag met je zakje even naar de wijkcontainer en ben je er weer vanaf. En wat is het doel van dit project? Nou, je ziet dat wij in Arnhem gemiddeld 262 kilo afval per inwoner per jaar hebben. Dat is veel te veel. Want daar zitten hele goede materialen tussen. Bijvoorbeeld papier, bijvoorbeeld plastic. En we willen terug naar 150 kilo per inwoner per jaar in deze stad. Ja, en dat eist wat inspanning. En vandaar dat we er nu mee beginnen. Nu heb ik dus gezien dat op bepaalde containers waar afval wordt ingezameld, chips om zijn bevestigd. Waar doen die chips voor? Nou, de eerste tijd is het allemaal gratis. En dan kan iedereen met zijn kaartje die hij thuis heeft gekregen in de startwijken naar die wijkcontainer lopen. Kaartje ervoor houden, gaat die container open. Want we willen natuurlijk ook dat het niet door iedereen gebruikt wordt, zo'n container. Dus vandaar is dat kaartje. Over een paar jaar, als we er allemaal aan gewend zijn, dan krijgen we een andere soort afvalstoffenheffing, een andere belasting. En die is dan gebaseerd hoe vaker jij dat gebruikt, hoe hoger jouw belasting wordt. En dat betekent dat als je thuis heel goed aan het scheiden bent, dat je je belasting lager kunt maken. Daar kun je dus zelf invloed op uitoefenen. Maar zover zijn we nog niet. We moeten eerst met z'n allen eraan wennen dat we het anders gaan doen. Nu heb ik begrepen dat mensen, ja, er is een bepaalde angst, dat mensen in de gaten worden gehouden hoeveel keer ze afval komen brengen met een chip. Hoe zit dat precies? Nee, op dit moment kun je gewoon onbeperkt van die container gebruik maken, omdat wij er met z'n allen aan moeten wennen dat het een nieuw systeem is. We beginnen in 3 wijken, maar daar lopen wel 4 afvalcoaches, noem het maar. Dat zijn mensen die zijn herkenbaar aan hun jasje. En daar kun je bij terecht met alle vragen die je erover hebt. Want ik kan me voorstellen dat mensen heel veel vragen hebben. En aan die mensen kun je al je vragen kwijt. Help mij even, zeg mij even. Maar het is niet zo dat wij staan te bekeuren of staan te tellen of wat dan ook. We letten natuurlijk wel op dat mensen niet hun afval zo op straat dumpen. Maar dat mag je nooit doen. Wat is de rol van de kinderen in dit project? Ja, de jeugd heeft de toekomst. Het is een hele open deur. Maar als je bij de kinderen begint dat we gaan veranderen, dan nemen ze dat mee. Dan vertellen ze dat aan hun vrienden en vriendinnetjes. En ze vertellen het thuis aan hun ouders. En op die manier proberen we met oud en jong deze slag te gaan maken. En welke wijken doen mee aan dit project? De Laarwest,
Malburger en hier over het Lange Water. En dat zijn wijken die we bewust uitgekozen hebben. Laagbouw, hoogbouw en gemengde bouw. En dan kunnen we met z'n allen ervaringen opdoen hoe het gaat. Arnhem heeft een aantal daklozen die geen kans maken op een woning. Volgens Ad van Arkel kunnen de woningstichtingen het de normale buurten niet aandoen deze mensen daar te huisvesten. Wij spraken hierover met de heer van Arkel. Het overgrote deel van de mensen die dak- en thuisloos zijn, worden gewoon geholpen, al of niet met begeleiding, om in gewone woonbuurten gehuisvest te worden. Maar er zijn een beperkt aantal mensen, en dat zijn er niet zoveel, dat zijn er geen honderden in de stad, die feitelijk niet geholpen worden, omdat ze zich niet aan de normale regels houden. Dus ik kan eigenlijk wel concluderen dat het dus niet voor alle daklozen geldt? Absoluut niet. En waar ligt dat onderscheid dan, zeg maar? Dan kijkt u puur naar de regels waar ze zich dan niet aan houden? Gedrag. Ik wil wat voorbeelden noemen. Mensen die bijvoorbeeld een hennepplantage hebben gehad met allerlei gevaren voor anderen. Ja, die komen de eerste jaren niet meer aan de bak. Dat is bekend. Datzelfde geldt voor mensen die echt overlast hebben veroorzaakt. Dan hebben we heel veel gedaan om te kijken of we samen met buren tot oplossing kunnen komen. Als dat niet het geval is en mensen worden hoe dan ook dan uiteindelijk toch uitgezet. Ja, dan kun je verwachten dat dat in een nieuwe situatie weer gebeurt. Dus die worden voorlopig niet meer gehuisvest. Want dan doen we het een andere buurt aan. Dat kan niet. Daarnaast is het zo dat dat we bijvoorbeeld mensen waarvan we zeker weten die dealen, heel veel gebruiken en dealen, dat levert heel veel onrust op, levert vaak heel veel agressie uiteindelijk op. Daardoor worden buurten onleefbaar en wij zijn er nou juist voor om buurten leefbaar te maken, samen met bewoners. En wat wordt dan het alternatief voor die daklozen die dus geen recht hebben op een woning in een normale woonwijk? Ja, in principe zeggen we dat wij daar geen primaire verantwoordelijkheid meer voor voelen. Dus op het moment dat de gemeente en hulpverlening vinden dat er wel iets moet gebeuren, willen we zeker meedenken. Maar daar ligt niet meer onze primaire verantwoordelijkheid. We willen best meedenken in oplossingen. En dan denk ik dat we ook moeten gaan denken aan minder conventionele oplossingen. Misschien moet je daar maar wat aparte, hele simplistische woonvoorzieningjes creëren, waar die mensen bij elkaar zitten. Daar heb ik geen pasklare oplossing voor, maar die kun je wel bedenken met elkaar. En in de krant las ik ook dat er een paar tegenstanders zijn, zoals bijvoorbeeld Iriszorg of welzijnsorganisaties. Snapt u die mening van dat soort organisaties? Ik snap die mening en ik snap het ook wel vanuit de optiek van hulpverlening. Aan de andere kant vind ik zelf ook dat we ook een keer moeten ophouden met pamperen. Je kunt mensen die willens en wetens voortdurend niet mee willen werken aan verbetering en verandering van hun eigen gedrag. Daar mogen anderen niet de dupe van worden en dat houdt een keer op. Dan het weer. Vooral in het zuidoosten liet de zon zich geregeld zien en met een middagtemperatuur van 10 tot 13 graden was het erg zacht. Vanavond neemt de bewolking toe en in de nacht regent het enige tijd. Tegen de ochtend is het overal weer droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het niet veel kouder dan 7 graden. Woensdag overdag is het wisselend bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. De wind neemt in de loop van de middag af tot matig of zwak en draait later naar het zuiden. De middagtemperatuur ligt dan rond de 10 graden. We wensen u nog een fijne avond en heel graag tot morgen.